prioriteit, daar heb ik mijn wetenschap mee gelost. En ik hoef alsjeblieft niet te klappen, want ik kan dat helemaal niet. Dus Peter Jan, die is van de Morrel, die heeft mijn uitgedaagde te rappen. Ja. Dan gaan we dat ook doen. Dat is zo'n stukje, hè. Ik doe dat gewoon zonder muziek, want je kunt dat niet. Ik ook niet. Dit is maar een heel klein stukje, dus niet spannend, maar dat ben ik ervan af, hè. Dat moet even weten, hè. Oké, komt ie, hè. S'nachts bij een borrel is de afspraak gemaakt tussen Van de Groene Kant en Van de Laak. Ik moest gaan rappen, dus dat doe ik dan maar. Hier is je rap, Peter Jan, maak hem zelf maar klaar. Jullie allemaal tussen de oren zitten, dus ja. Wij gaan, de chef, natuurlijk hebben ze gezegd dat we in moeten vallen. Ja, om te zingen, hè? Niet door, hè? Hier, hè? Ja, oké. Okay. Jullie kunnen gewoon mee zingen, hè? Kunnen alles zingen. Dus graag mee zingen. Goedendag, mijn naam is Jan. Ik ben Jan de Bode. Ik was even in Linden. Even kijken op het gemeentehuisje daar. En wat zag ik? Ze hebben alles heel mooi veranderd. Mooie paardjes aangelegd, de weg anders gedaan. En ja, ik ben er toch wel een beetje trots op ook als Bode. Maar ook Peter van der Wiel, want die zegt van ja, God. Nou hè Peter, nou gaan jullie toeristen trekken, hè? Ja. En daar is de burgemeester blij mee. Want ik had een massagesalon dicht in Linden. Ja jongens, die burgemeester van ons, hè, dat is toch, dat is zo'n bijzondere man, hè. Hij is nou 3 jaar bij ons, hè. Nou, bijna 4, denk ik. Hij blijft nog wel een tijdje, hoor, denk ik. Hij is niet zo slim als dat jij denkt, hoor. Nee, hij is niet zo slim als dat jij denkt, en dat is ook een beetje het probleem van die burgemeester. Ja, hij komt uit een dorpje. Een dorpje. En ik vergeet iedere keer de naam en niemand weet het te liggen, niemand kent dat dorp ook. Ergens in de klaai, ik denk dat het Herp is. Ja, en het mooie ervan is, ik zal hem even hier zetten, ik heb ook een papier bij. Het mooie ervan is, van dat dorp, dat je naar mijn hoort Tom Tom. Dat is een beetje goed in je hoofd. Waar zelf de booster? Ik wil nu wel zeggen, regelen wij in het gemeentehuis beter, jongens. Nee. Ja, beter. Onderschatting, Peter. Als je maar lullen, Peter, het is beter. Nee, dat doet, dan kunnen eigenlijk wel hoe Tom gewoon niet gevonden krijgen. En dat is nou bijzonder, want zo'n 3-4 jaar geleden, toen was die burgemeester hier gekozen en toen reden die raadsleden, die reden naar Herp toe. En dat is dan toch moeilijk. Ze zijn aangekomen. Dat is ook bijzonder, hè? Ze zijn aangekomen. En dan is voor mij de vraag, zijn het nou goede bestuurders? Of is dat toeval, heus? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ik denk dat het gewoon goede bestuurders zijn. Kijk, die burgemeester van ons spreekt zonder vreemde talen, jongens.
eigenlijk is het, ja, het is voor ons allemaal vreemd, want hij gebruikt heel veel werkwoorden. En dat vinden wij moeilijk op de 2000 piek. Ja, hij heet allemaal over van buiten naar binnen. Van buiten naar binnen. Dat vinden wij logisch. Burgers van buiten naar binnen halen. Dat moeten wij ook gewoon doen, want anders is er helemaal niemand meer op het gemeentehuis. Ja, dat loopt weg. En alles moet van onderop komen, zegt hij altijd, hè? Van onderop komen. En daar heb ik eens lang over na zitten denken. Wat bedoelt hij daarmee, die burgemeester, van onderop komen, hè? Ja, dan weet je het gewoon niet meer, die burgemeester. Dan weet je het gewoon echt niet meer. Maar onderop komen, dat betekent dat hij denkt, ik zit boven en Jan, die zit beneden. Die weet het wel, hè? Want die Jan, als die er niet was, dan hadden we heel veel problemen. Maar die burgemeester denkt dat ze een beetje alles doet. En die wil me af en toe eens een halve loco gebruiken. En dat kan natuurlijk niet, want ik heb tijd genoeg, of tijd te weinig eigenlijk, om de koffie, nou tijd genoeg, heel leuk, hè? Dat bespreekt mij het ook nog, hè? Ja. Nee, ik heb tijd nodig om koffie te zetten, want ja, een dag zonder koffie, kijk, die burgemeester, dat heb je echt een uitdaging, hè? Als je een koffie hebt op een gemeentehuis, dan heb je een uitdaging als burgemeester. Maar goed, dat vind je helemaal niet erg, want de auto van een uitdaging was trouwens leuk. Die burgemeester die ging op de Bossenweg wonen. Bossenweg wonen. Vanuit Crystal Palace op de Bossenweg wonen. En het bijzondere daarvan was, nou, toen hij op de Bossenweg ging wonen, toen heb ik zijn vrouw gekomen, Christel. Daar stond lief mensje hier ineens. Dat is echt een geweldig mensje, ja, dat kan ik zeggen. Dat is een geweldig mensje. En ze had problemen met de kast, want ze moest een kast neerzetten en die kast die kreeg ze maar niet in elkaar. En ze zei, Jan, wil je me helpen, jongen? Want iedere keer als ik die kast in elkaar zet en de buurtbus rijdt over de Bossenweg, dan dondert die kast in elkaar. Verschrikkelijk, dat vond ze echt erg. En ze zei, Jan, als jij er nou eens voor mij doet, dan ik zeg, ik ga jou wel helpen. Dus, ik heb die kast weer in elkaar gezet en we denken, die buurtbus die komt langs, dondert die kast weer in elkaar. Ja, dat vind ik toch wel vervelend. Ik denk, weet je wat, ik zet die kast nog een keer in elkaar en dan ga ik er zelf in staan. En dan kijk ik gewoon wat er gebeurt met die kast. Nou, ik sta daar in die kast en wat denkt hij? Gaat de deur open. Staat hier ook onze burgemeester. En ik denk, wat moet ik nou toch zeggen, wat moet ik nou toch zeggen? Ja, sorry burgemeester, het is echt waar, ik stond op de buurtbus te wachten. Zo gaat het met. En dan zeg je, nou toch hier bent Jan, wil je mij dan helpen? Ik moet een gaatje van 8 boren om een schilderij op te hangen. Ah, dat is goed jongen, ik help u wel. Maar ik heb geen bok. Nou, dan rijden we toch even naar de bouwmarkt, dan vuur aan een boksel. En dan help ik jou wel. Dus ik sta te kijken daar. En dan staat hij daar, goed, in die bakken te voelen en te kijken en te kijken. Ik zeg, wat ben je aan het doen, burgemeester? Hij zegt, ik zoek een boordje van 5 en een boordje van 3. Toen zeg ik, burgemeester, joh, weet wat ik moet doen? Ik moet een bokken van 4 vatten, hoef hem niet te verwisselen. En weet het ook eens, hè? Dat nieuwe werken dat zit niet in ons bloed. Dus af en toe dan pakt die burgemeester het woord. En dan roept hij ons allemaal bij elkaar. En dan gaat hij ons inspireren. Inspireren, ja. Ja, en dan zit hij, je moet meer met onze inwoners doen. Dan noemt hij inspireren. Weet je wat wij dat noemen? Transpireren noemen wij. Die mensen, die kennen wij niet eens. Dat is hetzelfde als toen het gemeentehuis. Dan wordt hij verbouwen. Met alle geweld moest hij dat gemeentehuis verbouwen. En een ongeduld heeft hij me toch gehad. Hij zegt dat niet frisse lucht in het gemeentehuis komen. Ja, wij dachten altijd dat er van de Vion kwam. Maar goed, hij dacht er anders over. Het ergste is, komt hij daar met een grote hamer aan houden. Dat had hij bij zijn broer gehaald. Dus van die boeren de palen mee in de klei. En die grote hamer, die zou je wel eens gebruiken om de muren eruit te slaan. Nou, wij waren geschrokken, bang dat we waren met z'n allen in de kelder gekomen. En dan hoorden we boven al dat gebonk. En toen dachten wij van, ja, wat doen we ermee, wat doen we ermee? Maar we durven er eigenlijk niet uit. En toen op een gegeven moment, zei ik tegen mijn collega van, ga toch eens kijken, want ja, als daar weer de puin op is, moeten wij het toch opruimen. En, ja, nee, niemand ging toch naar buiten, totdat iemand zei, dadelijk slaat hij heel die voren toren in elkaar. En daar hebben wij zo hard aan gewerkt. Dat moeten wij niet laten gebeuren natuurlijk.
Goed, ik kom toch een beetje tot een eind. Ik kan het niet zo lang als de neus, maar ik probeer het dan toch. Oh, was het een lange neus? Eens even kijken, moet ik nog iets vertellen aan jullie? Ik heb alles gehad. Eens even kijken. Nee, ik ben wel zo'n beetje aan mijn eind, jongens. Ja, ik moet echt zeggen van, hij probeert het wel, hè. Hij probeert het goed te doen. En dan laat hem op me zo. Onderlaatste, toen was hij ook weer bezig en toen stond ik bij hem en zei hij, Jan, eigenlijk ben ik hartstikke blij met jou. En toen dacht ik van, ja, dat snap ik, jongen. Want ik stond hem net met zijn stropdas uit de versnipperaar te trekken. Ja. Maar hij bedoelt het goed, hij bedoelt het goed. Dames en heren, bedankt. En tot de volgende keer. En ja, Ad, ik vond het dit keer eenzame klasse bij jou. Ik hoop dat je de volgende keer er nog overheen kunt. Maar ik denk dat het wel moet lukken. Een lange neus voor jou, Ad. Bedankt. Mark, hè? Ja, nou ben je weer Mark, hè? Ja. Hartelijk dank, was heel erg super jouw bijdrage. Ik denk dat we het misschien gaan missen. Ja, dat denk ik ook. Zo, hè? Ja, dat denk ik, alles dat klopt. Dat vergaan we niet meer. De les doet mij dan. Zo goed. Nou, we groeien er allemaal in, zullen we maar zeggen. Hè? Dus dit was ook een van jouw betere. Kijken gewoon of dat onze prins, of dat er hier overheen kan. Want dus prins Peer de tweede, maar voor de tweede keer Peer. Dus we gaan jou heel veel succes wensen. Wil even applaus voor prins Peer de tweede van Lindegaan. We moeten alles zelf doen. Ja. Vrijwilligers. Lieve wachtelaars. Wachtelaarinnen. Donzentjes. Burgemeester. Wethouders. Ik heb ze gezien. Ik ben niet weg. Het belangrijkste is geweest, hè? De neus. Ik hoorde het. Oud-prinsen, adjudanten, bestuursleden, leden van lijsttrekker. Dank u. Voor de tweede keer, en dan houdt het Brabants meteen op, alle welkom in één hoor, mag ik u als prins Peer de Tweede voorgaan in de mooie traditie van het spotrijk Ene Gat in de volksmond, Eén der Gaten. De prins van Eén der Gaten is apolitiek. Hij heeft geen politieke kleur of voorkeur. Dat is hard. Iedereen is welkom bij de carnaval. En er wordt geen onderscheid gemaakt in rang of stand, in gezindte of geaardheid. Alle waggelaars mogen meedoen. Wat ben je mooi. En ik begreep al dat ik het verkeerd op de posters had gezet. Want het is wack, klinkt mooi. Maar ik heb al mijn vertalers heb ik ingeschakeld en die zeiden, wat ben je mooi is goed. Wat ben je mooi, mijn schoon enige, ik hou van jou. En dat is de eerste regel van het liedje dat ik voor deelname aan het Kwikdeuntjesfeest van deze carnaval heb geschreven. En elk woord daarvan is gemeend. Ik hou van dit mooie dorp. Tijdens de carnavalsperiode of erbuiten, maakt niet uit. Natuurlijk vanwege de gunstige ligging, de historische waarde, de Sint-Petersbasiliek, prachtig en zijn prachtige natuur. Maar meer nog vanwege de mensen die er wonen. Mensen die onbaatzuchtig in touw zijn voor anderen. Zoals jullie hier allemaal staan, moet je wel ook vrijwilliger zijn, want je komt hier niet naartoe in deze ruimte met zoveel warmte om dat onvrijwillig te doen. Dus vanwege die knuffel, kijk eens naar de mens naast je. De mensenvrouw naast je. Pak die eens beet. 5 minuten.
Fluister eens iets lief in de oren. En zeg gewoon, ik hou van jou. Mijn schone heren dan. Hou dat vol. Ik wens u allemaal een hele fijne carnaval. In de gang, wat ben je mooi. Mag ik even stilte, jongens, want wij hebben erg veel last van alle geluiden achterin. En dat is niet leuk, want nou gaan we naar het hoofdpunt van deze midden, denken wij. Hè? Dat hoort wel, dat is heel erg. Dus ik wil graag dat jullie allemaal stil zijn en goed luisteren, want wij gaan natuurlijk over op onze jaarlijkse uitreiking van de prijs, de Politoepes van 2017. En we weten nog vorig jaar, hij is er ook, Herman van Wangooi, met hem vorig jaar voor de eerste keer gekregen. En sindsdien is hij onzichtbaar. Dus ja, je zit er weer bij. Hij denkt, dat succes heb ik binnen, dus voor mij is mijn carrière al geslaagd. Maar goed, dit jaar gaan wij dus opnieuw voor de tweede keer over tot de uitreiking van de Politoepes van het jaar. En ik zal, en kijk, de voorwaarden die zijn duidelijk, hè, want je moet wel iets betekend hebben. Iets betekend voor in de geld, voor Boksel. En of dat dan iets bijzonders voor Boksel is, of Boksel op de kaart zetten, maakt niet uit. Ja. Dat is wel het thema. Hè. Wat we hebben gezien is natuurlijk het buis in Jinek gehad. Buis in Jinek, ja. Maar ja, ik denk buis op de buis. Denk dat buis op dat de buis. Het thema is geweest. Ja. Buis in Jinek. En het, maar ja, hij is dus Bokselpromotie. Dat is Bokselpromotie. En om jullie herinnering, ik hoef niet in de microfoon, hij doet het, hè? Ik hoef niet in de microfoon. En om jullie in herinnering te brengen, weten we nog allemaal waar het over ging, die buis? Zover zijn we nog niet. Dat ging over de kleinschalige opvang van asielzoekers. En het hele land, en het komen, en die hele politieke klerenzooi, die waren het daar eigenlijk niet mee eens. Maar hij, in de gat, wel ontzettend verdedigd. Ja. En ik vind het toch wel een compliment waard. Ja, ik denk ook. Dus, wat gaan we doen? We gaan het juryrapport voorlezen. Wij gaan het juryrapport voorlezen. Dat gaat een duwe doen, want vorig jaar had Prins Peer de eer. Als een braaf was, ging dat nog niet helemaal zo best. En Mark had ons ingefluisterd, we moesten jouw stem sparen, want misschien ging hij wel weer zingen. Maar ja, dat had niet hoeven dus. Dus, had hij goed. De duwe gaat het nou even doen. Jongens. En dan komt het juryrapport aan. De Politoepes in de gat 2017. Trekker, Maarten en Uwe Henk hebben de prijs voor Politoepes van het jaar 2017 toegekend aan een persoon die in de gat naar een landelijk niveau heeft weten te tillen. Door ergens voor te gaan staan. Ja. Jongens, dit is serieus werk. Toch, en ze volharden tegen de mening van de gevestigde orde, zoals het koor en de hele landelijke, politieke, elitaire klerenzorg. Iedereen, ook Jinek en al haar 500 trouwe kijkers, weten nu wat Indegat is. Een heerlijk dorpje, ingeklemd tussen de zaligheden Lennersheuvel en Lient. En binnenkort ook een bierpomp brengen. Nu nog even gespleten door een gelijkvloerse dubbele spoorwegovergang. Met een vuurwerkvrije geitenwei. Waar na een relatief korte periode van 15 jaar nu al een daadkrachtige proef voor een parkeers- en blauwe zone in het centrum wordt uitgevoerd. Dat na 15 weken in 15 minuten is besloten om het maar weer af te blazen. En er zelfs dit jaar aan de rand van het centrum een ijsbaantje ligt. Een beroemdheid als Berry Dankers centrummanager is. Waar Herman van Wangooi vorig jaar als eerste de Politoepes Award van in de lijst 11 heeft mogen ontvangen en sindsdien onzichtbaar is. Waar, maar we gewoon
metingen naar de nieuwe vestiging van Tesla. Ja, voeren het op. En waar het politiek café van Minderlijst 11 qua bezoekersaantallen het politiek café van de VVD volledig wegvaart. Ja, daar regeert hij. Die blonde Lion King, Mark Buys. Voorop in de strijd om in de gat op de kaart te zetten en van in de gat het mooiste dorp van het land te maken. Van de smartpolitie is niet? Ja, dat was de eerste keer dat die smartpolitie een foto gemaakt. Ja, doe maar! Daar is toch wel niks over, of niet? Doet die mensen ook maar. Hey, rustig, jij hebt een glaas te vol, jij. Schoonvrij dan niet! Als er hier binnen iemand is die een mooie fluit daar is, ik in, dan mag je hem nou hier komen laten zien. Dames! Wilde jij al komen? Hallo hier, hallo vlug. Wilde jij al komen? Je hebt alleen een voet op het podium, hè? Nou, ik moet een fluit laten zien. Nee? Oh, een fluit. Ja, ik heb er geen fluitje van de cent, toch wel? Oh, ja, ja, kijk. Oh, en door snapt hem niet, of... Ben je net uit de ruimte gekomen? Je hebt wel zo'n pakken aan iedereen, man. Dan zou ik je vertellen waar je aan het vuur. Heb er allemaal niks met de markt, heb er geflikken met de markt. Waar je aan het vuur zeug. Ik weet waar je zeug is, of niet? Ja, ja. Ben ik geen geborstelse? Heb er wel mooi. Van ons? Ah, nee. Maar waar je aan het vuur zeug heb je ons thuis, hè? En toen hebben wij een zeug verkocht aan Amerika, aan de NASA, en zo dat ruimte zo, je net te scheiden zo. Maar ik heb wel mooi flossen, zie ik trouwens, maar kijk. Toen hebben wij zo'n zeug zo langs de, in een raket, en zo langs de maan geschoten. Kwam hij terug, was hij drachtig van 13 jong biggen. Was hij langs de grote meer geweest. Nou, dat snappen ze hier wel. Jullie willen wel wat vijgen zijn hier gekocht tegen nu. Hoeft ik jullie liever naar de Eindse Week, kijk maar eens lang zo. Ja, ja, maar toen ik net hier zo de veur, toen ik hier naar de veur liep, keek ik jou zo lang. Ik dacht, je hebt gehoord dat een mooi kapje van horen. Alleen zo is ook wel vijgen, je moet het dan, hè. Achteraf blijkt dat ze het ook doen. Hier zat er geen met de snorkelen zien. Nou, dan komt uit, ik was half in de week bij ons thuis binnen in de bijl. Ging ze, vrouw, er stond een mens met de snor voor de deur. Zeg, zeg maar dat je geleden hebt. Een snattenruimte prinsesje. Ja, kijk, nee, vrouw, lekker paden mooi. Dat is niet dat je tegen dit gaat. Ja, zo ja. Trouwens, doe me weer omlaag. Geintje, geintje. Nee, mensen, maar door die fluit ben ik met de spoorweg gekomen. Ja, hey. Maar en volgens met een buurman, waar ik niet geschikt voor de spoorwegen, voor de Oosterhuis, die zaken. Ik zeg, hoezo niet? Nee, zit iemand, waar zit hier geen spoorvuggen meer? Nou, buurman, je weet wel waar je woont, hè?
Rie, luister, jongen, jongen! Heb je al voor meegemaakt met deze? Dan zeg je tegen mijn nek niet schoon, nee, groen. De oude loonstruis die je zaak wil. Ja, dat is de vader van Treintje, Treintje Oosterhuis, hoef ik toch niet uit te leiden, hè? Ik moet niet met hun die treintjes spullen. Zeg aan ja, hun die nee, ons treintje dat telkens jouw spoorboom me mag komen. Zeg ja, zeg maar, daar kan ik niks aan doen, hè, jongen. Hij zegt hoezo, die zeg ik heb een kater uit. Hij zegt een kater uit, hij zegt wel eens. Ik zeg, hij is gewoon met een rug uit, die komt de start te mogen. Als je bij de spoorwegen moeten we tetsen, hè? Tetsen, kunnen we tetsen, is niet? Tetsen, weet je wat is tetsen of niet? Nee, dan zag, nou zal ik uitleggen, dat is een woordschap. In plaats van testen zeg ik dan tetsen, dan moeten jullie lagen en jullie tuin hebben. Ja, toen maar heel graag. Dus hij zegt, wij gaan jou tetsen. Op jouw verjaardag zijn komen. Nou, zo dag een van de helft. Slot je nog een kwam, je hebt nog een herp of zoiets. Zeg, kom je even een herp in? Kom je echt van een herp in? Dat geeft niks, mij iedereen en zijn fouten. Godzakker. Nee, maar we moeten dan testen, we doen dat met de spoorwegen. Dus zit die vent, ik heb hier één rail. Daar komt er een trein en daar komt er een trein. En wat doe je dan? Zeg dan bouw ik de wisselen. En dan staat hij gaar. Zeg, dan zet ik die lichten op rood. En dan staat hij gaar. Zeg, ik ga mijn broer halen. Hij zegt, broer halen? Zeg, ja, die hebben nooit een treinongeluk gezien. Begonnen aan een loket, Je weet wat een loketje is? Dat is voor u bij de meerdere dus ook alleen dat ik maar een friet en vuile lucht heb, maar fijn. Nee, dan moet je achter een loket. Zit ik achter een loket, dan komt er een vrouwtje aangelopen. Dat komt simpel volgen hoor. Komt er een vrouwtje aangelopen. Dan zegt ze, meneer, hoe weet u, hoe lang doet er de trein over van hier naar Lourdes? Zeg een ogenblikje mevrouw, dankjewel, zegt ze. Heb je een bril afgezet? Zet op, zet op. Zijn hier trouwens ooit mensen nog Lourdes geweest of niet? Zijn er hier? Nee. Ja, jij moet die neerschudden als hij los de vinger los dit. Dan ben jij af. Ja, ik ben er ook ooit geweest met mijn moord. Ja, met mijn moord moet ik uitleggen dat ze die steken blind. Die steken blind, hè. En het ergste is hij ook nog een beetje kleuren blind ook, hè. Ja, dat was heel fijn. Wij lopen daar samen de roers in met een arm, maar gebeurt dat nou, zwik ik met de poten. Zeg, nou zijn we mooi genaaid. Hè? Hij zei, zij zou kunnen, maar heel fijn. Hè? Wij lopen dus verder daar. Ik zeg, ik ga niet meer lopen. Hij zei, dan heb ik de oplossing. Ik zeg, waar dan? Hij zei, jij gaat hem in de nek zitten. Jij kunt kijken waar wij lopen en ik kan goed lopen. Dus, ja, ik heb hem. Hij zei, wel zeggen wat je ziet. Hè? Ik zeg, ja. Wij lopen, zitten in de nek, wij lopen door. Ik zeg, zit hier voor die God, zeg, voor Maria. Weet je maar, we lopen, wij lopen. Hij zei, hey, en nou zie je zeker een mooi Maria. Ik zeg, hoe weet jij dat? Hij zei, dan voel ik achter in de nek. Maar er komt van alles aan elkaar. Kijk, jij leest maar in met zo'n spongbuksje zwaaien voor mijn neus. En vroeger, god en honden, god en... Zeg maar, oh,
schuld. Ja, zit je weg, kan de verrekken spoorbuksje. Zeg, hoezo, hij zit bij jullie nog geen in de trein op tijd. Zeg, hoe moet ik dat weten zonder dat buksje? Wat zijn voor woorden die... Zeg, je moet dus goed luisteren. Zeg, al is de reiziger nog zo snel, wij van de NS, wij vertragen dat wel. En toen ben ik conducteur geworden. En dat valt niet mee, Peren, dat valt niet mee, hè. Om zo iemand zo met zijn kop tussen de deur te laten gaan, als ze zo dicht gaan. Dat valt niet mee. Ja, met jou misschien wel, maar... Oh, deze hadden we weer in de gevangenis met zijn dikke hersen. Ze zei, kom een keer, geef me mijn kop even met de deur. Ze gaat eerder op die trein moeten springen van je hoop. Hadden we nog niet tussen gezeten met een dikke kop. Mijn standaard is eindelijk. Als het best ongelooflijk moest gewerken, stond als een jonge gast, zoals een loer, zo'n klotjong, stond daar op de station te heren, weet niet. Zeg, meestje jongen, zeg, trein gelopen, nee, weggejaagd. Godverdomme, hij stapt in de trein, hij gaat in de trein zetten, een fijne, nog een 2 minuten aan, die poren op de bank. Zij doen dat thuis ook. Hij zei, waar? Ik zeg, zo die voeten op die bank. Hij zei, denk dus nou, Loemen City, denk dus nou, ik heb thuis geen trein. God, wat een spullen. Zet eens op, dan ben je weer te plaats. Ja, we kunnen er wel door, hè. Goed, leider van de bende.